Hallo amazies! Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag hebben we voor jullie een shoplog. Het is een shoplog van verschillende dagen. Dus het is niet allemaal in één keer gekocht. Dus niet dat jullie dat denken. Maar ik vind deze video echt super leuk om op te nemen. En we doen ook zo met try on en zo. Dus ik hoop dat jullie deze video ook hartstikke leuk vinden om te kijken. En als jullie dat nou vinden, doe dan jullie duimpjes omhoog. Laten we gaan voor de 3803 likes. En laten we snel beginnen. Oh ja, en volg me natuurlijk ook op mijn social media. Instagram, Snapchat, Musical.ly en Facebook. Overal heet ik Emma Keuven, behalve Musical.ly. Daar heet ik Emma Keuven 1. En laten we maar snel beginnen. Let's go! Eigenlijk kan ik de video net zo goed outfits van de H&M noemen. Want eigenlijk is bijna alles wel van de H&M. Behalve van twee winkels. Dus ja, ik ga het jullie gewoon laten zien. Ik ben een dagje naar Maaseik geweest samen met Iris en Eline. En daar gingen we niet echt shoppen om voor kleren, maar gewoon voor kleine dingetjes van de Hema en zo. En we zijn dus ook naar de Hunkemuller geweest. Daar heb ik deze heel leuke toilettas slash make-up tas gekocht van de Hunkemuller. Er zitten dus ook allemaal make-upjes in. En het is heel handig, want als je het op je bureau hebt staan en je gaat bijvoorbeeld onverwachts ergens logeren, kan je het gewoon zo pakken, want het zit toch al in deze tas. Ik vind de rits ook heel leuk. En deze kostte 10 euro. En ik vind de streepjes ook heel mooi, omdat het dan lijkt op iets van de Victoria's Secret. En ik hou heel erg van dat merk. Ben ik een dagje met mama naar Venray geweest. Ben ik naar Dylan Hagens geweest. En naar, gewoon naar het Dylan Hagens team. En het deel wat ik in Venray heb gekocht en die toilettas heb ik zelf betaald. Maar datgene wat ik in Maastricht heb gekocht en in Weert, dat heb ik niet zelf betaald. Deze zonnebril heb ik dus zelf betaald. Deze kostte 8 euro. En ik vind deze heel mooi, want het is een beetje alternatieve glazen. En het is ook roze, dus dan zie je de hele wereld roze en ik hou van roze. En ik vond het gewoon heel mooi. En deze is van de H&M in Venray. Dan heb ik ook nog daar in de H&M een... Waar is die? Een blouseje gekocht. En deze vond ik zo enorm mooi. Het is deze, met heel veel leuke streepjes. En wat ik hem uiteindelijk vond maken was dat er hier zo van die oogjes zaten. En ik vond hem gewoon zo leuk. Dus ik dacht, deze moet ik meenemen. Dit blouseje kostte 12,95. En wat nu heel fijn is aan mijn leeftijd, is dat ik de kindermaten nog pas vanaf 158. En de damesmaten in 32-34, dus XS en S. Dat was heel fijn. Dan heb ik daar echt een heel leuk shirtje gekocht. Die had mijn moeder gezien. En misschien gaan jullie zeggen van, nop. Maar ik vind hem heel leuk, want ik hou heel veel van Mickey. Mickey Mouse moet ik alleen even vinden. Waar is die? Even serieus, waar is dat? Oh, hier. Ik heb hem. Dat is dit shirtje. En hier staat dus op Mickey. En hier staat dan Disney. En deze kostte 10 euro en ik vond deze heel leuk. En deze is dus van de damesmaten. Dan heb ik mijn
misschien wel mijn favoriete item gekocht. En deze is dus ook van het Amersmaten, maar dan... Ik weet het. Dat is deze heel leuk bikini topje met van die streepjes. En van achter is het dan gekruist. En dit topje kostte 15 euro. En want ik heb de bikini zelf samengesteld. Want als ik ook nog zo'n broekje pakte met streepjes, vond ik het zo mooi. Iets te druk. Dan heb ik ook nog dit broekje gekocht. En deze kostte 10 euro, dus samen 25 euro. Ik ga eerst laten zien wat ik in Maastricht heb gekocht. Daar heb ik als eerste deze pet gekocht waarop staat New York. En deze is in het wit. En ik laat jullie dadelijk zien hoe die staat, want het is een try-on shop nog. Dan heb ik nog een heel leuk truitje gekocht. We zijn in heel veel winkels geweest, maar we zijn alleen geslaagd bij de H&M, dus dat was heel raar. Heb ik dit shirtje gekocht. Ik vond deze heel leuk, want mijn vrienden die kijken weten dat ik heel erg van unicorns hou. En ik vond dit gewoon best wel grappig, want dan uni en dan corn. Dus dat vond ik wel heel leuk. En deze kostte 10 euro en ik ben er heel blij mee. Dan heb ik een heel leuk blouseje gekocht. Met Mickey's. Overal Mickey's. En ik ben gewoon best wel een Mickey fan. Want ik heb een Mickey trui. Ik heb een Mickey blouseje. Ik heb nog een Mickey shirt. Ik heb best wel heel veel Mickey. Want Mickey is eigenlijk echt gewoon mijn Disney symbool. Ik vind hem echt iets wat Disney maakt. Dus daarom. Dus Mickey. En deze kostte 20 euro en ik ben er heel blij mee. Met overal Mickey's, yay! Dan heb ik echt een heel leuk tulle rokje gekocht. Want we wouden eigenlijk voor de Vormsel outfit een tulle rokje. Maar we konden er geen vinden. Geen, want we wouden het in het licht roze of iets. Maar we hadden wel deze gevonden, maar met je Vormsel doe je geen zwart aan. Maar we vonden hem alsnog wel heel leuk, want hij was van 23 euro naar... 7 euro gegaan. En ik vind hem heel leuk. Hieronder is dus gewoon een rokje. En daarboven is dus een tulle. En die staat dus heel leuk op dit blouseje. En ik ben er heel blij mee. Wanneer ik wil, want het is iets wat je vaak aan kan doen. En dat is dit hele leuke oud roze jurkje. En ik vond hem wel leuk, want ik weet niet of jullie het goed zien, maar er zitten ook soort van streepjes op. En we zijn ook nog in Weert geweest. En daar hebben we als eerste naar de New Yorker geweest. En daar hebben we geen kleren gekocht, maar wel deze hele leuke bandana. En deze kostte 2,95. En je had ook zo met van die zwarte streepjes, maar dat vond ik niet zo mooi bij deze kleur roze staan. En ik vind deze echt heel leuk. Want misschien merken jullie het wel, ik hou heel veel van bandana's. En dan heb ik ook nog deze gekocht met wit en met zwart. En ik vond deze ook heel leuk. Het is, ja, zo'n effect. En ik vond deze heel mooi. En deze kostte ook 2,95. Ja, maar mama, het moet een groot in beeld. En dan heb ik ook nog hele leuke schoenen gekocht voor bij mijn Vormsel outfit. We zochten schoenen voor mijn Vormsel, maar deze kan ik ook heel vaak dragen. En het zijn deze Kate Swiss. En ik vind deze heel mooi, want ze hebben dus zo'n holographic effect. En de vetels vond ik ook heel mooi. En dit flappy ding kan je ook zo draaien. Dus dan heb je het zo. Maar ik denk dat ik het vooral zo ga aandoen. En ik vond deze gewoon echt heel mooi ook staan bij het jurkje. En deze kostte 100 euro. En ik ben er echt heel blij mee.
dat jullie deze video leuk vonden. En als jullie dat nou vonden, doe dan vooral jullie duimpjes omhoog. Liken, abonneren, reageren. Laat in de reacties weten wat jouw favoriete item is, wat ik heb gekocht. En dan zie ik jullie hopelijk tot de volgende keer. Doei doei! Veel kusjes van Emma. Mwah, mwah.